Welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik ben in Spanje. Ik ben in Alicante, Spanje, in onze woning hier. Ik ben gewoon eventjes op vakantie. Ik heb alleen maar heen geboekt, maar ik wil minimaal 1 week gaan en maximaal 2 weken. Dus het wordt ongeveer 1 tot 2 weken. Als je je afvraagt met wie ben je hier, ik ben helemaal alleen. Ik ben helemaal alleen op reis. Er is hier ook niemand. Ik blijf hier ook echt alleen deze hele periode. En waarom heb ik dit gedaan? Je vraagt je misschien af, waarom ben je alleen op reis? Ik heb het ook al wel een beetje verteld in mijn inpakken video, waarin ik alles ging inpakken. Ik vind het altijd heel belangrijk om te blijven groeien als persoon. En hoe blijf je groeien als persoon? Ik heb heel even het raam gesloten, want er was echt veel lawaai. Oké, dus, hoe blijf je groeien als persoon? Dat is als je je angsten overwint. Ik ben altijd op zoek naar waar ben ik niet goed in, waar moet ik nog in groeien. Hoe meer je jezelf blijft verbeteren en zo, hoe beter de kwaliteit van het leven wordt voor jou. En ik vind het gewoon heel belangrijk om een goede kwaliteit van leven te hebben, aangezien ik hier nog wel een tijdje ga zijn waarschijnlijk. En een van de dingen die ik persoonlijk het moeilijkste vind, is om dingen alleen te doen. Ik weet nog dat ik vroeger niet eens alleen naar de supermarkt wilde. En dat is wel eigenlijk heel vreemd voor een persoon met een karakter als ik. Want mijn karakter is eigenlijk echt heel goed in alleen zijn. Maar alleen maar als het comfortabel is in plekken die ik al ken. Zodra ik naar een plek moet gaan die ik niet ken, moet er altijd iemand mee. Er moet altijd iemand mee met mij. Ik doe ook een beetje een soort van verschuilen achter die persoon. Ik laat altijd die persoon gewoon alles doen, alles plannen. En ik loop maar gewoon altijd mee. En dat kan mijn moeder zijn, een vriendin zijn. Dat kan iedereen zijn. Maar ik neem altijd iemand mee die overal eigenlijk gewoon het merendeel doet. Dus ik dacht, ja, mijn grootste belemmering in het leven is wel echt dit. Want als jij continu iemand moet hebben om mee te gaan naar plekken, ja, dan gaat het gewoon heel vaak gebeuren dat je gewoon niet gaat. Want niet iedereen kan altijd of niet iedereen wil altijd. En ik wil gewoon altijd heel vaak gewoon van alles doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon alleen op reis. Ik ga gewoon gelijk voor de max. Gewoon voor het meest extreme voor mij, het meest enge. En als helemaal naar een ander land gaan. Ik heb het wel een tikkietje makkelijker gemaakt voor mij. Want ik ben naar Spanje gegaan en wij hebben hier ons huis. Dus ik hoefde niet per se naar een heel vreemd land die ik niet ken. Een hotel, et cetera. Ik ben hier al 2 keer geweest. Dus ik weet al wel een beetje waar ik heen ga. Maar nogmaals, ik heb het dus nog nooit alleen gedaan. Ik ben dus gisteravond hier aangekomen. Ik heb helemaal alleen gevlogen. Oh my gosh, het ging echt veel beter dan verwacht. Vliegveld is op zich best wel makkelijk. Ik weet dat iedereen dat mij al zei. Maar ja, als je gewoon niet weet hoe iets moet, dan vind je het gewoon niet makkelijk. Maar op zich is het echt makkelijk. Alles is ook goed te vinden. Ik vloog vanaf Eindhoven. Daar is het ook best wel klein. Dus het is allemaal wel makkelijk te vinden. En toen kwam ik hier aan. En toen heb ik gewoon de taxi gepakt naar huis. Dus dit ging allemaal best wel makkelijk. En nu ben ik hier. Het is nou de eerste dag hier. En nu begint mijn avontuur. En nou wordt het een beetje spannend. Want nou moet ik er ook echt op uit. Alleen. Wat ga ik vandaag doen? Ik ben er dus achter gekomen dat ik heel veel ben vergeten. In mijn inpakvideo hebben jullie gezien dat ik als een idioot een half uur voordat ik moest vertrekken koffer ging afmaken. Dus ik ben zoveel dingen vergeten. Oh my gosh. Ik heb hier in mijn phone gezet wat ik allemaal ben vergeten. Het is echt veel. Ik ben al mijn make-up remover producten vergeten. Alles om mijn make-up eraf te halen ben ik gewoon vergeten. Like, what the F? Hoe vergeet ik dat? Dus die moet ik allemaal gaan halen. Gelukkig had ik wel make-up wipes bij. Dus ik kon afgelopen nacht wel mijn make-up eraf halen. Ik ben al mijn shapewear vergeten. Dus alle broekjes en zo die ik draag onder mijn kleding ook vergeten. Die ga ik ook gewoon hier halen. Nachtcreme heb ik niet bij. Een grote strandtas heb ik niet bij. Mijn föhn ben ik vergeten. Ik wilde vandaag mijn haren wassen, want het is echt een bende. Maar ik heb gewoon mijn föhn niet bij, dus die moet ik ook gaan halen. Scheermesje, lipballen, mijn wenkbrauwpotlood is net opgegaan. Wire, pincet, bruin lippotlood. En een van de ergste dingen is mijn sieraden. Ik had ook dus in die andere video laten zien hoe ik helemaal zo'n kleine schattige sieradendoos had gehaald. Helemaal om mijn sieraden in mee te nemen. Ik ben ze gewoon vergeten. Tenminste, denk ik, want ik kan ze hier niet vinden. Dus ik denk dat ik ze gewoon ben vergeten. Dus al die dingen moet ik allemaal gaan kopen nu. Dus dat ga ik nu doen. Ik was van plan om gewoon vandaag naar het strand te gaan. Maar ja, dat ga ik misschien later doen of misschien niet meer. Ik moet ook boodschappen doen voor hier in huis. Want er is echt niks. Geen drinken, geen eten. Dus ik ga ook boodschappen doen. En een van de dingen waar ik nou het meest om stress is. We hebben hier een auto. Maar die gaat af en toe gewoon niet meer aan. De accu is een beetje kapot. Dus ik moet ook de accu laten maken. Dat wordt ook een gedoe. Want de man van de garage spreekt geen woord Engels. Dus ik moet met vertaal app
dat gaan proberen uit te leggen. Dat je mijn accu moet gaan vervangen. Dus continu komen er hier mensen heen die met z'n allen zijn. Maar precies nu ik hier alleen ben, moet de accu worden vervangen. Dus dat wordt ook een dingetje. Dus ik hoop dat hij gewoon wel aangaat dat ik op zijn minst naar de garage kan rijden. Dus ja, dat wordt heel spannend. Want als die auto niet aangaat, ja, dan heb ik een probleem. Ik heb wel een app, Cabify. En je kunt dan gewoon via die app heel makkelijk een taxi bestellen. Maar ik kom er dus ook net achter dat als je wilt inloggen, je op wifi moet zitten. Ik heb hier geen wifi. Ik had ook op iemand anders een hotspot kunnen gaan. Maar ik ben hier alleen. Dus ja, dit zijn wel een aantal problemen die je hebt als je alleen bent. Dus ik ga ook nog even op zoek naar een plek waar ik op wifi kan gaan. En dat ik dan die app kan downloaden. Want het is wel fijn voor als de auto kapot gaat of whatever. Dat ik op zijn minst die app heb om te gebruiken. Dus ja, dat is even ja, wat informatie die ik wilde delen. Misschien is het leuk als ik jullie een soort van home tour geef waar ik nu zit. Ik ga alleen maar de binnenkant laten zien. Wij wonen letterlijk aan het strand. Een appartement aan het strand. Ik ga het strand niet laten zien. Want als ik de view laat zien, ja, dat is niet heel handig voor mijn privacy. Dus om privacy redenen ga ik jullie mijn prachtige zeeview niet laten zien, helaas. Wij hebben hier een prachtig stranduitzicht. Dus ja, dat moet je maar gewoon even bedenken. Maar ik kan nu jullie wel gewoon het appartement van binnen laten zien. Het is echt super cute. Mijn zus en haar man krijgen alle props. Want hun hebben het hier helemaal mooi ingericht. Dus ja, ik ga het jullie even laten zien. Als je het huis binnenkomt, is dit wat je ziet. Dit is de gang. Dus hier is de voordeur, zeg maar. En hier staan mijn schoentjes, sneakers, slippertjes en 3 paar hakken. Dan heb je hier een spiegel. Hoi! En hier liggen al onze schoenen. Leuk plantje. Hier kunnen we gewoon van alles ophangen. Hier een stoel als je je schoenen wilt aandoen of zo. Dan is hier de gang. We hebben een hele lange gang. Hier rechts is de keuken. Die hebben we ook helemaal vernieuwd. Er was hier echt een hele ouderwetse keuken. Was echt niet mooi. Dus deze is helemaal vernieuwd. Dan heb je hier een soort van binnenplaats. Dat is heel normaal in Spanje. En dat ziet er dus zo uit. We doen hier gewoon de was. En je kunt hier naar buiten. Kijk, hier is dan zo de binnenplaats. Het is niet overdekt, zeg maar. Je kunt zien, het is gewoon open. En je kunt hier de was ophangen of chillen of whatever. Maar wij hangen hier gewoon de was op. Dan gaan we verder naar de woonkamer. 2 stoeltjes. Mijn zus heeft een hond. Dus vandaar dat die hier staat. Die hond gaat altijd mee als hij hierheen komt. Plantjes. Dit is dus hoe de woonkamer eruit ziet. Een bank, visjes, planten, echt gewoon van alles. Het is echt super cute ingericht. I love it. Echt helemaal Spanje vibes. Dan gaan we verder de gang in. Hier naar rechts is de badkamer. Gewoon heel simpele badkamer. Helaas hebben we geen bad, maar whatever. Hier is ook een handige kastje. Dus dit is gewoon de badkamer. Niet echt heel bijzonder. Dan hebben we hier 3 slaapkamers. Dit is de grootste. Hier slaapt gewoon altijd de persoon die komt. Dit is gewoon het bed. Kast. En hier heb ik me vandaag opgemaakt. Het is wel een beetje een bende, maar whatever. Dan is hier de andere slaapkamer. Die is nou een beetje vol, want iedereen heeft gewoon alles zo hier gepleurd. Dus ja. Maar hier kan dus ook nog iemand slapen. Mensen, kijk even mijn schattige pyjama. En dan is hier de kleinste slaapkamer. Hier staan 2 bedden in. Kunnen ook nog 2 mensen slapen. Kinderen of whatever. Of bezoek of zo. Dus we hebben best wel veel slaapruimte. Nou, en dat was het dan. Nu ga ik me even aankleden. En dan ga ik gewoon naar buiten, jongens. Nou gaan we beginnen aan het avontuur. Ik vind het zo spannend. Ik hoop echt dat die auto aangaat. Oh, alsjeblieft ga aan. Anders heb ik echt problemen. Outfit van de dag is dit. Deze top en jeans shorts zijn allebei van de Zara. En deze slippers zijn van Shein. Oh, dit ding hangt in de weg. Deze zijn van Shein. En die vond ik wel leuk matchje met deze top. Lekker groen. En ik heb ook dit dingetje gehaald. En dan kan ik gewoon deze vlogcamera op mij heen hangen. Dan hoef ik hem niet heel tijd vast te houden. Dus deze heb ik gewoon besteld bij bol.com. Dus dit is de look voor vandaag. Oké, dan ga ik nu naar de mall. Naar de winkelcentrum. Alles halen wat ik ben vergeten. Oh my gosh, mensen. Kijk wat ik heb gevonden. Mijn sieradendoosje. Die zat gewoon hier in deze witte tas. Oh my gosh. Ik ben zo blij dat ik mijn sieraden heb. Deze ketting is echt helemaal in de knoop. Ik heb geen zin om het nu te fixen. Dat ga ik straks doen. Het doosje heb ik gehaald bij Shein. Heel goedkoop. Ik heb al gelijk dit enkelbandje omgedaan. En ik denk dat ik vandaag deze ringen op ga doen. 20 minutes later. Nou, dit avontuur was van een korte duur. Want de auto ging niet aan wat ik al had verwacht. Die accu moet ook echt al lang worden vervangen. Dus ik ben naar de garage gegaan. Die godzijdank letterlijk 1 minuut lopen er vandaan was. En nou gaat die man de accu vervangen. En ik kan hem ophalen over een uur. Dus ik ga nou gewoon even hier een uur thuis editen. Ik moet nog een video editen die online moet komen. En dan ga ik de auto halen over een uur. En dan gaan we officieel beginnen aan het avontuur, jongens. 2 hours later. Oh my gosh, jongens, de auto is gefixt. Ah!
Binnen een uur was de accu gefixt, super makkelijk. Het kostte 152 euro, of hoeveel is het? Ja, 152 euro en 27 cent. Maar het is gefixt en nu kan ik gewoon lekker rijden. Oh my gosh. Iedere keer als iemand hierheen kwam, hadden we weer problemen met de accu van deze auto. Maar nu is hij dus gewoon eindelijk gefixt en daar ben ik echt heel blij mee. Dus nu kan ik op pad gaan. Ik ga naar... winkelcentrum eerst. Of eerst boodschap. Nee, eerst winkelcentrum. En dan vanuit daar ga ik boodschappen doen. En dan hoop ik dat ik in het winkelcentrum alles kan vinden wat ik moet hebben. Vooral die föhn met diffuser. Vooral een föhn hebben we wel in huis. Maar een diffuser voor krullen niet. Want ik ben de enige met krullen. Dus ja, ik hoop dat ik die kan vinden. Die man was echt super vriendelijk. Ik verstond niks. We hebben alles moeten doen via Google Translate. Maar het is gelukt. Dus ja, toppie! Oké mensen, ik ben in de garage. Mijn mind is blown, want de garage hier is gewoon gratis. Ik ben in shock. Ik ben nu bij het winkelcentrum en ik ga nu naar binnen op zoek naar alle good stuff. En ik ben hier allemaal aan het vloggen en iedereen staart me aan. But I don't give a F. Het heet Plaza Mar 2 of zoiets. Oeh, het is hier lekker cool. De airco is echt hoog aan. Nou, het is hier echt super groot, dus ik hoop dat ik hier iets kan vinden. Er is ook nog een andere, die is nog groter. En daar heb je ook de pre en zo. Daar ga ik ook nog wel een hele andere dag. Maar voor nu is het gewoon dit. Omdat ik gewoon even snel van alles moet halen en meer niet. Oké, ik ben in een soort van kruidvat. Dus misschien kan ik hier iets halen om mijn make-up eraf te halen. Kijk, hier hebben ze allemaal shampoos en zo. Hier is allemaal make-up, maar dat hoef ik niet. Ik ben hier gewoon oprecht aan het doen alsof ik aan het bellen ben. Want anders vind ik het verschut dat ik hier loop te praten met helemaal nobody. Pincet moet ik hebben. Lipbalmpje ook. Dit is echt de beste lipbalm ever. Ik ben zo blij dat ze die hier hebben. Deze pak ik altijd. Deze is echt heel goed. Oh, ze hebben hier echt van alles, jongens. Het is zo groot. Ik ga stuk. Oké, ik moet make-up remover iets hebben. Oh, scheermesjes moet ik ook hebben. Ik ben de mijne gewoon vergeten. Wie vergeet nou zijn scheermes? Alleen ik. Maar dit is allemaal voor mannen. Ik moet vol vrouwen hebben. Kijk hoe cute het is. Ik ga stuk. Ik heb hier wat make-up remover gevonden. Ik denk dat ik die pak. Het is wel heel fijn dat op de verpakkingen ook gewoon de Engelse teksten staan. Dan weet ik tenminste naar wat te kijken. Oké, nou dit is nou wat ik heb. Ik zoek alleen maar nog een nachtcreme, maar ik denk niet dat ze die hier hebben. Jee, geslaagd. Een paar items gehaald. We gaan nu weer verder. Misschien kan ik hier een wenkbrauwpotlood halen. Oeh, allemaal make-up. Er staat letterlijk make-up. Yes, NYX Cosmetics heeft mijn fave wenkbrauwpotloodjes. Oh my gosh, ik ben zo blij nou. Alleen mijn wenkbrauwpotlood gaat op precies de dag dat ik hier ben. Je gaat me niet zeggen dat er geen wenkbrauwpotlood is. I'm gonna die. Yay, ik heb hem. Hij was gewoon hier verstopt. Ik denk dat ik ga voor espresso. Ik gebruik niet echt meer black. Ik ben nou overgestapt naar lichtere kleur. Allemaal make-up. Ik ben ook aan het kijken of er make-up is die wij niet hebben of zo, weet je wel. Ik ga nog wel naar Sephora een andere dag. Deze schijnt ook heel goed te zijn, maar ik ben aan het twijfelen over de twee kleuren. Medium of medium tan. Ik denk dat ik ze zou moeten mixen. Allemaal gezichtsmaskertje. Zal ik een maskertje halen? Kijk hoe cute. Ik heb het een en ander gehaald. Alleen nog niet genoeg. Ik moet ook nog shapewear vinden. Ik weet niet waar ik die ga vinden. In een of andere ondergoedwinkel of zo. Ik moet een wire. Ik weet ook niet waar je een wire haalt. Ondergoedwinkel gevonden. Dit is een beetje een gewoon van alles winkel. Ze hebben gewoon echt van alles. Dus misschien hebben ze ook iets waar ik mijn kwasten in kan doen. Een soort van pennenhouder. Maar dan doe ik daar mijn kwasten in. Kijk hoe cute. Ik zie wel pennen, maar geen pennenhouders. Ik heb wires gevonden. Ik ga denk ik voor deze roze. Positief. Ja, dit wordt hem. Kijk, ze staan hier allemaal zo. Kijk, deze leuke strandtassen. Ik heb die al, maar echt heel kut. Mensen, zoveel winkels hier. En hier is een grote supermarkt. Misschien kan ik hier gelijk boodschappen doen, maar ik weet niet of ik dat allemaal kan dragen. Oké, ik begin nou een klein beetje te stressen, want ik weet niet waar ik een föhn kan vinden. Waar de F vind je een föhn? Kijk wat ze hier allemaal hebben. Oh my gosh. Dit heb ik gehaald. Gewoon heel makkelijk. Twee croissants en een mango smoothie. And that's it. Deze mango smoothie is echt zo lekker. De croissants zijn op. Mijn zus zegt net dat ze misschien een föhn hebben in de grote supermarkt. En die is hier precies tegenover. Dus ik denk dat ik daar zo even heen ga. Als het deze op is. Oké, mensen, besef deze supermarkt hoe groot. Kappen nou. Het gaat gewoon helemaal van daar naar helemaal daar. Ik ga stuk. Het kost mij gewoon hier 100 jaar om de ingang te vinden. Oké, ik ben op zoek. Waar zijn haarproducten? Het is hier echt zo belachelijk groot. I cannot.
Ze hebben echt alles, maar ik zie nog geen föhn. Oké, ik heb het gewoon even gevraagd, want ik kon het echt niet vinden. Echt letterlijk niemand hier spreekt Engels. Spaanse zijn net als Fransen, ze vertikken het om gewoon Engels te leren. Lang leven Google Translate. Hoe moeilijk is het om een föhn te vinden, jongens? Jee, ik heb het gevonden. Nou moet ik ook een diffuser hebben. Het moet een föhn zijn met een diffuser. Ja, ik denk dat ik hem eentje heb gevonden. Deze, 40 euro. En ik denk ook dat ik hem dan gewoon hier laat en niet elk jaar hoef mee te sleuren of hoe vaak ik ook hierheen ga. Oh jongens, ik ben zo blij. Jullie gaan niet beseffen. Ik ben weer in de auto, 100 jaar later. Nou, het is allemaal echt goed gegaan. Ik vond het ook echt leuk, lekker wandelen daar. Er waren echt een heleboel winkels waar ik naar binnen wilde gaan. Zoals de Zara en andere leuke boutiquejes. Maar daarvoor was ik hier niet vandaag. En ik pak nog echt een andere dag om echt te gaan winkelen. Vandaag was echt alleen maar om eventjes te halen wat ik echt moest hebben en wat ik ben vergeten thuis. Het enige wat ik niet heb kunnen vinden is shapewear voor onder kleding. Ik hoef niet eens per se echt shapewear. Gewoon een broekje voor onder een rokje of whatever. Maar ik kon het gewoon niet vinden, dus. Ja, whatever. Voor de rest heb ik alles. Oh, ik heb ook geen pennahouder voor mijn kwasten. Kon ik ook niet vinden. Dus ja, maar ja, het belangrijkste heb ik allemaal. Vooral de föhn met diffuser was echt heel belangrijk. En die heb ik. Dus ja, we zijn geslaagd. Ik vond het een geslaagde dag. Het is nou, hoe laat is het? Het is nou half, bijna kwart voor drie. Ik ga nu naar de grote supermarkt om boodschappen te gaan doen. Dit is echt de grootste parkeergarage ever. Oh, kijk hoe groot die is. Wat de F. Maar goed, het is gelukt. Ik ben er. Dus ik ga hier naar binnen. Moet ik al hier mijn kar pakken? Misschien wel. Gevonden. Hier is mijn karretje. Deze is ook weer super groot. Ik zie al gelijk chips. Ik wil chips. Naturel chips. Ja, deze wil ik. Daar gaat mijn hele dieet. Ik mis Susu. Ik mis mijn kat. Jee, ik ben bij het eten. Op zich hoef ik niet echt heel veel, want ik eet vooral buiten. Dus ja. Deze haal ik bij ons ook altijd. Zo lekker. Waar zijn de snacks? Ik wil snacks. Oeh, chocoma en zo. Maar ik weet nog afgelopen jaar toen had ik die gehaald. En die zijn niet zo lekker als bij ons. Dus ik sla denk ik over. Misschien dat ik dit soort dingen wil halen voor buiten, voor onderweg. Als ik naar het strand ga of zo. Niet echt deze, maar van dit soort kleine pakjes voor iets. Dit lijkt wel lekker en is ook goedkoop. Zal ik gewoon dit proberen? Ik ga het gewoon proberen. Fun fact over mij. Ik dronk vroeger 1 liter melk per dag. Ik ga gewoon echt elke gang in. Ik wil gewoon snacks. Ik zie hier al snacks. Ik wil ook gewoon echte Spaanse snacks proberen of zo. Dus ja, daar ben ik nou gewoon een klein beetje naar op zoek, zeg maar. Oeh, chocola. Ik hou wel van chocola, maar ik denk niet dat deze lekker gaat zijn. You're going home with me. Ik wil ook chippies. Gewoon van alles om een beetje te kunnen snacken in de avonden, zeg maar. Cakejes, zal ik die ook gewoon halen? Gewoon naturel cake voor als ik gewoon even een boost moet hebben. Als ik gewoon even snel iets wil eten of zo. Oh, hier zit chocola in. Nee, dat wil ik niet. Ik wil een naturel cake. Kijk, deze mega zak. Oké, zoveel hoef ik ook weer niet. Ja, ofwel, nee. Hier is een wat kleinere zak. Is het nou gewoon normale cake? Volgens mij is het een beetje zo met extra suiker erop of zo. Ik wil gewoon doodnormale vanille cake. Deze lijken wel normaal. Ik ga deze meenemen. Oh my gosh. Jongens, ik moet wel een beetje normaal doen. Anders ben ik weer zo dik. En dan ben ik helemaal afgevallen voor niks. Even kijken. Ik ontbijt ook nooit. Dus ik eet altijd alleen maar lunch en avondeten. Ja, en dat ga ik nu dus echt vooral buiten doen. Dus ik denk dat ondanks hoe lekker ik het hier ook vind, ik dit allemaal ga overslaan. Oh nee, 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 nee. Ik ga niet overslaan. Snoepjes. Even kijken. Oeh, ze hebben hier heel veel verschillende snoepjes zo in één zak. Dus zeg maar, bij ons is gewoon één snoepje per zak. Maar hier mixen ze het een beetje. Nee, ik zie eigenlijk niet echt iets wat ik wil. Wil ik iets, wil ik iets. Oh, deze zijn op zich wel lekker. Misschien dat ik deze ga halen. Ik denk dat ik hier aankom bij de chips. Jongens, het is hier zo leeg. Waar is iedereen? Hier is de chips. Ik heb al naturel chips gepakt. Ik hou ook wel echt van Doritos. Zal ik die ook halen? Oh, I love nachos. Even kijken. Ik denk gewoon original. Ik denk dat ik gewoon original pak. Maar ik vind die altijd lekker met kaassaus. Maar niet deze. Niet salsa saus. Misschien hebben ze kaassaus. Maar ja, niet hier in ieder geval. Nootjes. Ik kan hier echt gewoon uitgebreid vloggen. Het is zo leeg. Ik moet ook drinken hebben. Cola Zero. Hier allemaal drinken. Maar geen Cola Zero. Waar is Cola Zero? Hier hebben we het. Pepsi Max. Oh my gosh. Hier is het allemaal. Oké, ik pak gewoon 1 grote fles. En dat moet goed zijn. Of zal ik er 2 halen? Just to be sure. Ik haal er 2. We lopen verder. Hier is allemaal alcohol. Wat ik niet drink. Ik denk oprecht dat ik niet echt veel meer hoef, jongens. Ik hoef er niet echt heel veel. Ik was helemaal van plan grote boodschappen te gaan doen, maar ja. Ik ben thuis en dit is wat ik allemaal heb gekocht, jongens. Dit was zo zwaar, vooral die 2 zakken met voedsel. Oh my gosh, gewoon kijk hier. Het is gewoon helemaal rood. Kijk even hoe rood mijn pols is. Dit was echt fucking zwaar om te dragen. Maar goed, het is gelukt. Nou is het tijd voor een haul.
Oké, ik ga beginnen met deze zak van Primor of zoiets. Dat was volgens mij de eerste winkel waar ik ben geweest. Oh, heb ik ook een magazine gehad. Ik ga stuk. Ik pleur gewoon even alles eruit, want dit duurt 100 jaar zo. Oké, dit is dus wat ik hier heb gehaald. Ik heb gehaald een toner die ik dus thuis ben vergeten. Ik heb ook deze micellair water gehaald om mijn make-up eraf te halen. Ik heb deze foundation gehaald. Ik ben dus voor de donkere kleur gegaan, medium tan. Deze is wel echt donker, maar hij heeft bijna geen dekking. En ik ga hier super bruin worden straks naar het strand. Dus ik dacht, daarom haal ik dus die kleur. En extra heb ik ook dit lippotloodje gehaald van NYX. Deze leek mij wel mooi. En dit is in de kleur Beyond Nude. Had ik hier niet ook wenkbrauwpotlood gehaald? Nee, die had ik volgens mij hier gehaald. Oké, dit is dus wat ik in winkel 1 allemaal heb gehaald. Kan ik eindelijk gewoon fatsoenlijk mijn make-up eraf halen. Volgend winkeltje was Allee Hop of zoiets. Laten we kijken wat we hier hebben gehaald, jongens. Ik heb een pincet gehaald, want mijn wenkjes moeten echt worden geëpileerd. Ik heb voor de lol ook dit gezichtsmaskertje gehaald. Was super goedkoop. Ik denk dat ik die gewoon vanavond ga gebruiken. Oh ja, mijn wire. Ik heb mijn wire eindelijk. Waarom moet ik die hebben, denk je? Nou, omdat ik dus altijd mijn gezicht spray. En dan wil ik altijd gelijk verder gaan met de rest van mijn make-up. En dan moet ik het dus snel droog waaien. Anders moet ik 100 jaar wachten totdat het droogt. Ik ga hem even opmaken. Oeh, kijk hoe leuk. Altijd handig om te hebben, zoiets. Ik heb tandenpasta. Wij hebben die hier al wel in huis, maar ik moet per se Sensodyne hebben, want ik heb gevoelig tanden. Kijken, mijn lipbalmpje. Deze is geweldig. Ja, en hier is het. Mijn NYX Brow Pencil. Oh, ik ben zo blij hiermee. Oh my gosh. Normaal haal ik dus altijd black, maar zo wat ik al zei net. Nou ben ik voor espresso gegaan, een iets lichtere kleur. Is donkerbruin. Ik ben echt zo blij hiermee. Yay. Nou, dit was het dan in dit wikkeltje. En dan hier wat ik bij de super markt heb gehaald. Alsjeblieft, vraag mij niet waarom ik letterlijk naar een andere supermarkt ben gegaan terwijl ik al in een winkelcentrum was met een hele grote supermarkt. I don't know. Ik ben een volkomen idioot, maar whatever. Oké, we gaan dus even beginnen met hier, die allereerste. Ik heb dus de föhn gehaald met een diffuser. Die moest ik echt hebben, jongens. Volgens mij is deze zelfs nog beter dan die ik heb thuis. Dus ja, dit is de diffuser voor de mensen die heel tijd niet wisten waar ik het over heb. Dat is voor krullen en hier is gewoon de normale kop. Dus ik moet altijd zo dit ding hebben voor mijn krullen om te föhnen. Jongens, deze is echt beter dan die ik heb thuis. Die ik heb is echt super ghetto. Next heb ik ook scheermesje. Wonder Girl was haar scheermes vergeten. You go. Maar ja, nou kan ik die ook weer gewoon gelijk hier laten. Ik hoop dat niemand hem gaat gebruiken, want dat is echt nasty. Ik heb hier een nachtcreme gevonden. Ik weet niet wat dit is. Bio. I don't know. Ik heb gewoon de eerste beste nachtcreme gepakt, want er waren bijna geen nachtcremes. Ik heb echt gezocht en alles was dagcreme. Dus ik dacht, ja, deze ga ik gewoon gelijk pakken. Ik weet niet eens wat het is. Het is wel anti-aging. Dat is altijd leuk. En dit is dan hoe die eruit ziet. Hij is bio. Daar gaat mijn zus echt heel blij mee zijn. Bijna alles hier is bio. Dat viel mij echt op. In dit land heb je dat veel meer dan bij ons. Bio is echt heel goed. Dus hier ben ik blij mee. En last but not least, een random impuls aankoop. Deze matte liquid lipstick van Essence. Deze leek mij wel mooi. In de kleur 01 Hello Sunrise. Dus deze wil ik ook proberen. We gaan verder met voedsel. En dan met name gewoon snacks. Want jullie weten, ik eet bijna niet thuis. Dus ik heb niet echt eten gehaald. Ik heb deze sap gehaald. Ligt mij wel lekker als ik behoefte heb aan sap. Ik heb mijn twee grote Pepsi Max, mijn fave drinken. En ik heb ook nog deze kaassaus gevonden voor met mijn nachos. Heel lekker. Ik heb deze snoepjes, deze cakejes. Ik heb nacho chips. Oh, dit is allemaal zo ongezond, maar ik ben op vakantie, dus nou mag het. Deze chips. Even kijken, nog meer chips. Ik heb ook dit soort soep gehaald voor als ik gewoon even snel wat eten wil. Die heb ik volgens mij twee gehaald. Ja, hier is de tweede. Ik heb deze vlaatjes gehaald die ik ook altijd haal in Holland. Ik heb dit drinken gehaald. Ik heb geen idee of dit lekker gaat zijn, maar dat gaan we later zien. En ik heb croissantjes gehaald voor het geval ik daar zin in heb. Dan heb ik toch wel iets van eten in huis. Oh ja, en deze naturel cakejes. Dit is wat ik nou voor boodschappen heb gehaald. Maar mocht ik nog iets moeten hebben, ik hoef niet per se helemaal daar weer terug heen. Want hier om de hoek bij ons huis is er ook een mini winkeltje met van alles. Dus ja, dit is dus nou allemaal wat ik heb gehaald, jongens. Ik ben kapot. Oh my gosh. Het is nu 4:15, jongens. Ik ben al zo lang op pad, gewoon uren.
Ik vond het wel heel leuk, jongens. Vooral in het winkelcentrum. I love it. Ik ga zeker terug. Dat gaan jullie terugzien in een andere vlog. Voor nu, ik denk niet meer dat ik naar het strand ga, want ik ben echt moe. Dus ik denk dat ik voor nu gewoon even nog thuis blijf. Wat video's ga editen. En dat ik dan weer vanavond naar buiten ga om te eten. Denk maar niet dat ze hier eten om 5 uur, 6 uur. Ze eten hier like avondeten om like 8 uur en later. Dus rond die tijd ga ik naar buiten. En dan ga ik voor het eerst in mijn leven alleen naar een full-blown restaurant. Dus ik zie jullie straks weer. One eternity later. Jongens, het is tijd om uit eten te gaan. Dus ik ga me een beetje klaarmaken. Even mijn make-up een beetje bijwerken. Ik ga nog echt een full video maken over mijn hele make-up look die ik maak. Maar ik dacht, ik ga eventjes hier zitten om jullie de make-up te laten zien die ik dus vandaag heb gekocht. Die ga ik nu gelijk proberen. Ik heb mijn make-up voor de rest al gewoon bijgewerkt. Ik ga nou even in met mijn nieuwe wenkbrauwpot, een loodje van NYX Cosmetics. Deze is echt zo super dun. Kijk even hoe dun en klein die is. En wat ik altijd heb is dat mijn wenkbrauw staat er altijd een beetje van afgaat. Omdat ik dan weer lig of zo. Dus die teken ik nog een beetje bij. En that's it. De rest van mijn wenkbrauw laat ik gewoon voor wat het is. Want anders wordt het te dikkig en te zwart, zeg maar. Dus echt, ik werk echt alleen maar de staart bij. Even kijken, wat heb ik allemaal eigenlijk gehaald ook alweer? Oh ja, deze. Deze lipcombo wil ik gaan proberen. En deze foundation ga ik een andere dag testen. Want ik ben er nou opgemaakt. Dit is het NYX Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner. Dit is gewoon serieus de naam. In de kleur Beyond Nude. Een beetje zo'n bruinige kleur. Oeh, mooi. Wauw, dit is echt een perfecte nude voor mij. Kijk even dit. Hij is ook super creamy. Ik had niet verwacht dat ik hem zo fijn ging vinden. Oké, en dan deze matte lipstick van Essence. Dit is de Stay 8 Hour Matte Liquid Lip. Er staat ook echt zo mask proof. Echt jongens, ik kan het woord masker niet meer horen. Deze heb ik in de kleur 01 Hello Sunrise. Dit is een iets lichtere kleur. Ja, het is echt een matte liquid lipstick, gewoon letterlijk. Ik ben echt in shock. Kijk hoe mooi deze lipcombo is. Ga weg. Ik doe altijd zo indeppen met mijn vinger. Want dan is er zo'n mooi ombre effect, zeg maar. Zo, en dan is het ook weer gelijk opgedroogd. En dan ga ik weer in met het lippotloodje. En dan doe ik gewoon zo een klein beetje bijwerken. Ja, echt heel mooi dit. Echt een hele mooie bruine nude. Ik was dus ook mijn bruine lipstick vergeten. Mijn bruine nude lipstick en mijn bruine lippotloodje. Dus ik ben blij dat ik die nou weer heb. En ik kan hem ook gewoon combineren met andere lipsticks die ik bij heb. Was er verder nog iets nieuw? Nee, dat niet. Tijd voor een beetje een parfum. Welke parfum is dit? Ik weet niet, 501 iets. En dan ga ik me nou gewoon aankleden en dan gaan we uit eten, jongens. Oh my gosh, ik ben nog nooit in mijn leven alleen uit eten gaan. Maar ik ben echt gemotiveerd door vrouwen online die ook alleen op reis zijn. En gewoon met no shame alleen uit eten gaan. Dus ze hebben mij helemaal gemotiveerd van wees niet bang, nobody cares. Doe gewoon wat jij wilt en ga lekker eten. Dus ik ga echt doen gewoon alsof ik met mensen uit eten ga. Ik ga me ook gewoon echt helemaal klaarmaken en zo ervoor. Ja, en dan ga ik samen met jullie, ik ga gewoon vandaag samen met jullie updaten. Outfit van de avond is deze super leuke jumpsuit met deze witte sandaaltjes. Deze is zo leuk. En jongens, kijk dit. Het heeft zo'n prachtige open rug. Zie je dit? I love it. Echt heel erg mooi. Ik heb hem ook gewoon zonder BH aan, want de kwaliteit is zo dik en een beetje stug, zeg maar. Dus het kan gewoon zonder BH. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ideaal voor nu om iets te gaan eten met een witte tas. Dus dit is hoe we vandaag gaan, jongens. I like it. Ik ben in de garage van de plek waar ik moet zijn, de boulevard gewoon. En daar ga ik gewoon lopen en dan gewoon kijken in welk restaurantje ik iets kan eten. Ze zitten allemaal zo naast elkaar, zeg maar. En de anxiety zit me echt tot hier, want ik reed er net langs en het is een partij druk. Spanje komt echt tot leven in de avond. Als het niet meer zo bloedje heet is, dan komt iedereen naar buiten. Vandaag overdag was het echt leeg. Maar nou, dus echt, ik vind het zo eng om nou alleen te gaan moeten zijn. En ook om, vooral om alleen te vloggen. Want je valt echt op als je aan het vloggen bent. Dus ik hoop gewoon dat het me gaat lukken om ook gewoon een beetje fatsoenlijk te kunnen vloggen. Gewoon lopen, dat lukt wel. Maar zo vloggen en echt zo gaan zitten bij een plek alleen. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Het is hier echt overdreven druk. Wat de F. Hoe ga ik hier een plekje vinden ooit? Jongens, ik heb een plekje gevonden hier. Hier is het niet heel druk. Hierachter wel, maar hier niet zo. Dus ik ben gewoon hier gegaan en ik heb een menu gehad. Dus ik ga even kijken. Jullie beseffen niet hoe awkward het is. Oké, ik moest ook echt zo zeggen dat ik alleen ben. Ik heb letterlijk 3 gerechten besteld en dit is het eerste. Ik heb ook soep. Zo lekker. En ik ben nu live op Instagram. Dit ziet er zo lekker uit. Oh my gosh. Oké, ik ben klaar met eten. Nou ben ik hier een beetje aan het lopen. En ja, ik ga gewoon zo weer naar huis. Oh, ik ben weer thuis, jongens. Man, man, ik heb gewoon hoofdpijn.
Ik heb vandaag echt veel gedaan. Oh my gosh. Ik heb vandaag echt veel angsten overwonnen in echt slechts één dag. Ik dacht, ik knal wel vandaag alles erin. Maar het is echt goed gegaan vandaag. Oh my gosh. Het ging echt veel makkelijker dan dat ik had verwacht. Het was leuker dan dat ik had verwacht. Ook het eten ging echt gewoon helemaal prima. Ik was de hele tijd live op Instagram. Ja, ook één tip die ik had gezien online over alleen uit eten gaan. Is dat je echt iets moet hebben om jou bezig te houden. Want als je dat niet hebt, ja, dan ben je gewoon de hele tijd aan het niksen. Dus neem je phone mee, een boek, iets om te kliederen, whatever. Als je maar iets te doen hebt. Maar ik ben echt kapot. Ik ben ook echt trots op mezelf. Ik heb vandaag veel angsten overwonnen. Woehoe! Niet elke dag gaat zo druk worden als vandaag. Vandaag moest ik gewoon echt het een en ander doen. Morgen wordt waarschijnlijk een stranddag. Dus lekker naar het strand. Want ja, ik ben hier echt vooral voor het strand. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze eerste dag. Eerste vlog in Spanje. Ik ga elke dag vloggen. Bijna elke dag. Dus nog een heleboel andere vlogs komen eraan. Nou, zoals altijd. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!